Hè? Beste kijkers, hier was ik weer. Vergeet niet te abonneren en laat ook even een reactie onder in de vlog en laat ook even een duimpje achter. Mooi, vandaag hebben we Lipton Iced Tea Green. Het is een vernieuwd blikje, want ik moest ook een beetje over de cijfer vertellen, had iemand gezegd. Het is nu echt blauw boven, zou ik maar zeggen, een blauw randje. Een beetje glimmend, zou ik maar zeggen. Even kijken, dit werd aangevraagd door Brian Biskop, Iced Tea Green. Nou Brian, kijk maar gezellig mee. En dan pak ik ook gelijk het verzoek van Hendrik Haan mee. Want daar moest ik alle Iced Tea even proeven, testen, alle soorten. Dus Hendrik Haan, gelijk doe ik uw verzoek ook mee met de Iced Tea Green alvast. Mooi. Geen kleurstoffen zitten erin. Het is per blikje 203 calorieën. Of KJ. En 48 calorieën en 2%. Mooi. 250 milliliter is een oude uitvoering, denk ik nog. Ik weet niet wat dat is. Hier, zie je? Dat. Bedankt voor het uitleggen. Dat was recyclebaar materiaal. Weet ik dat ook weer? Mooi zo. Kies bewust. Bewuste keuze. Dus ja. Het is helemaal bewust. Zie je het? Helemaal top. Mooi. Streepjescode hier. Even kijken. Er staat. Prullenbak moet het in. Het komt uit. Ze hebben het in België en in Nederland. Consumentenservice Unilever Nederland. Een Unilever België, mooi. www.liptonicety.be en www.liptonicety.nl. Dat is het Nederlands, die andere BE is de nee, Belgische versie. Mooi, laten we eens kijken. Eens even zien. Gaan we openmaken. Zo. Sorry hoor. Moeke zit even lekker te oude hoeren weer, het is altijd zo ver. Ze kan lager niet te houden, dus ja, het is weer een beetje een komisch filmpje op de achtergrond, een gek geluid. Net de kat die aan het janken is. Hoeps. Oh. En er is ook een mafketel bij, dus ja. Leuke kerel is dat. Dus ja, mooi. Even zien. Het is gewoon een beetje... Vis. Het is gewoon... Sorry hoor, Moeke weer. Het is een beetje een soort van geelachtige kleur, een beetje geel-witachtig. Lijkt me een soort van plantextract iets. Bierachtig, ja. Schuimt ook een beetje zoals jullie zien. Het ruikt wel heel erg naar planten, naar groene planten. Het ruikt ook wel heel erg... Nou, een soort van shampoo achter, groene bamboe shampoo. Nou, laten we eens proeven. Proost, hè? Proost. Nou, dat zou ik nog niet. Nou, dat is best lekker, ja. Nou, ik vind het best wel lekker. Het zou niet zeggen van, goh, dat ik het elke dag neem. Want ik ben meer een prikmens, met prik erin. Ik ook. Dat vind ik veel beter, met prik. Dus, beetje shampoo-achtig, bamboe shampoo vind ik dan smaak van wat ze vroeger bij de Aldi hadden, weet je wel. Op zo'n manier. Nou, ik geef dit een, even kijken, een 7,5. Want ik vond het niet erg dat ik zeg van de smaak, de zoetigheid was best wel, maar de smaak vond ik niet zoveel. Nou, vonden jullie dit filmpje leuk? Laat even een duimpje achter. Vergeet niet te abonneren hieronder. En laat ook even een mooie reactie achter. En een afspraak voor je moeder.